Ik ben eigenlijk als vroedvrouw begonnen in een verloskamer en gaandeweg geëvolueerd tot onderzoekster aan de Vlerick Business School, waar ik vooral in de laatste jaren bezig was rond outsourcing. Op dat moment leerde ik mijn man kennen, Paul Borgions, een geboren podoloog die in de weekend zelf zijn zolen maakte. Een zeer arbeidsintensieve job waar ik dan bij zat te kijken. Ik dacht, dit moet veel efficiënter kunnen. En zo zijn wij gestart met Borgensol, het eerste labo in België voor het vervaardigen van podologische zolen. Intussen hebben we twee podologische centra waar wij ons richten op topsporters, sporters en ook kinderen. Wij hebben eigen apparatuur ontwikkeld. Wij ontwikkelen software om hanganalyses te doen. Wij werken niet met basisleesten, maar vertrekken vanuit een 3D-scan van een patiënt, waardoor dat wij toch wel op echt maatwerk uitkomen bij onze zool. Wij kunnen ook preventief gaan optreden, wat wel belangrijk is bij topsporters. Zij willen namelijk geen kwetsures oplopen en zo lang mogelijk in de running blijven. En daarnaast kunnen wij ook nog eens de prestaties van topsporters of sporters gaan verbeteren. Vrije tijd is voor mij een zeer relatief begrip. Ik probeer een zeer goede agenda erop na te houden, waarin ik ook tijd maak voor mezelf. Sporten is heel belangrijk, ik doe aan crossfit. En daarnaast zit ik heel kortlings in de raad van bestuur van OHL, de voetbalclub, waar ik als eerste vrouwelijke bestuurder van de VZW mijn mannetje mag staan naast mijn collega's. Het maatschappelijk werken, de sociale projecten, dat is echt iets dat mij de energie geeft om dagelijks in mijn bedrijf te kunnen staan. Ik zie ondernemen vooral als uw bedrijf doen bloeien, maar daarnaast vind ik het wel heel belangrijk om je ook af en toe eens onbezorgd in te zetten voor andere mensen.